Van 31 maart tot en met 3 april zullen u en ik deelnemen aan een economische missie naar Ivoorkust. U zal zeker opportuniteiten ontdekken tijdens deze missie, zowel in zaken exporteren naar als investeren in Ivoorkust. Ivoorkust is een van de sterkst groeiende economieën van het Afrikaanse continent en bleef economisch overeind tijdens de recentste schokken. Het begrotings- en budgettair tekort blijven aanvaardbaar, op voorwaarde dat het gevoerd beleid ongewijzigd blijft in de komende jaren. De verkiezingen van 2020 zullen een belangrijke maatstaf zijn voor de politieke stabiliteit van het land. Daarnaast zien we bij Credendo mogelijk risico's verbonden aan de invloed van de weersomstandigheden op de katoenoogst, een verschuiving van de investeringen naar minder risicovolle landen in een minder gunstig financieel klimaat en de blijvende kans op muiterij bij het leger en terroristische aanslagen. Mocht u vragen hebben tijdens of na de missie, dan zal ik die graag met u bekijken en de eventuele onzekerheden omzetten in opportuniteiten. Ik hoop u allen te mogen ontmoeten en wens u een succesvolle missie toe. Credendo, turning uncertainties into opportunities.